man, waarom hoor ik iedereen schreeuwen? Ik ben zo moe, ik wil gewoon slapen. Ik wil gewoon slapen, Jezus. Wat is er allemaal aan de hand? Kan ik niet gewoon even uitslapen? Het is zaterdag, jeetje. Wat is er nou aan de hand? Ik hoor zoveel kabaal. Julian, we gaan naar de gevangenis. Ja, Julian, jullie hebben alle ijs opgegeten, dus jullie gaan allemaal naar de gevangenis. Ik kan hier niet meer tegen. We gaan naar de gevangenis alleen vanwege stomme ijs? Ja, inderdaad. Nou, jullie worden gelijk in handboeien geslagen. Het was de wereldmeesterijs, Julian. Dat vond iedereen zo lekker. Oh man, ik kan niet geloven dat we allemaal moeten... Ja, allemaal weg moeten. Nou jongens, volg mij maar. We gaan gelijk naar de gevangenis. Nou, volgende keer als jullie onze wereldmeesterijs willen eten, dan moeten jullie even goed over nadenken. Mam, het spijt me echt heel erg. Dit was niet de bedoeling. Waarom kunnen we het niet gewoon makkelijker oplossen? Jongens, er zijn geen excuses meer. Jullie zijn al gearresteerd en die gaan mee naar de gevangenis. Oh man, ik kan niet geloven dat we echt naar de gevangenis moeten. Alleen vanwege het wereldmeesterijs. Oh man, nou, ik hoop dat alles goed komt. Hoe lang blijf je in de gevangenis? Jullie zitten voor het leven in de gevangenis vanwege deze wereldmeesterijsactie. Wat? Nou ja, jongens, in ieder geval moet je leren niet meer onze wereldmeesterijs te eten. Oh man, ik hoop dat we het gaan redden. Oh man, ik kan niet geloven dat we allemaal de gevangenis in moeten. Nou jongens, volgende keer als jullie weer zoiets willen doen, denken jullie wel twee keer na. Ik kom jullie wel een paar keer opzoeken. Maar jongens, laten we gelijk gaan. Oh man, ik kan niet geloven dat we echt naar de gevangenis gaan. Hanna, dit is toch niet echt? Dit is toch een droom? Nou, we hebben hier de drie kinderen die het wereldmeesterijs van hun ouders hebben opgegeten. Oh man, ik kan het niet geloven. Ze behandelen ons als echte dieven. Dit kan toch niet? Oh, jongens, jullie gaan jullie gelijk naar jullie cel brengen. Ik kan het niet geloven. Hanna, wat moeten we nou doen? We moeten een manier vinden om te ontsnappen. Nou, jullie komen hier echt niet weg. Jullie zitten de hele tijd onder supervisie van ons allemaal. Nou, jullie gaan hier in deze cel zitten met z'n allen. Zoek het maar uit. Wat? Ik kan niet geloven dat we gewoon in deze cel moeten blijven zitten. En met z'n drie ook nog. Dat trekt ik niet. Ach, man, ik kan niet geloven dat we hier echt moeten zitten. Jongens, we kunnen wel ontsnappen, toch? Ik denk dat er wel een manier is. Als jullie proberen te ontsnappen, wordt jullie straf nog hoger. En dan moeten jullie hier nog langer zitten. Oh man, in de gevangenis. Dat had ik nooit verwacht. Wat gebeurt er nou met school? Wat moeten we nou doen? Nou ja, ik weet niet jongens. Ik denk dat we maar een manier moeten vinden. Jongens, we kunnen hier overheen klippen. Ik denk dat dit een goed idee is. Oh wauw, goed idee Emma. We moeten een manier vinden om te ontsnappen. We kunnen hier niet voor altijd blijven. Ja, kom hier. Dan kunnen we hier overheen klippen en dan... Emma, probeer die raam open te maken. Oh, Julian, kom gewoon. Kom gewoon zo. Ja, maar wie helpt mij dan? Hoe kom ik hier overheen? Oh man, kan ik dit niet gewoon openkraken? Ach, of zo omhoog klimmen. Julian, kom hier. Kom aan deze kant alsjeblieft. Straks vinden ze je. Ja, ik probeer zo omhoog te klimmen. Oh, wauw. Oké, het is gelukt. Ach, ik ben er eindelijk. Nou, wat nu? Oké, nou zo. Laat hier omlaag klimmen en dan gaat het zo goed. Zo, nou, ik zit hier. Jongens, kom ook naar beneden. Ach, pas alsjeblieft op. Straks gebeurt hier iets. Zo, laat ik even kijken. We kunnen die kant op gaan, toch, jongens? Zo, oké. Nou, is dit goed. Oké, laat ik even kijken. Als ik hier omhoog klim, wat vinden we dan? Oké, zo, is het zo goed. Zo, oké, nou, even kijken. Ach, we hebben hier een hondje. Ach, volgens mij gaat hij ons aanvallen, jongens. Laten we rennen, jongens. Ik denk niet dat het hondje ons heel leuk vindt. Oh man, ik zit vast.
Zo, oké, nou we hebben dit hondje hier, maar laten we proberen te ontsnappen aan het hondje. Zo, nou even kijken. Het was een schattig hondje, toch? Hè, waarom ligt hij nou gelijk op de grond? Volgens mij is hij helemaal niet eng, Julian. We kunnen hem vertrouwen. Ach man, ik kan niet geloven dat ik daarin trapte. Het is gewoon een normaal hondje. Ach wat? Wat is er aan de hand? Zo, nou laten we even kijken. Waar kunnen we nu heen gaan? Hoe kunnen we nu ontsnappen? Misschien is het hier iets. Misschien in het hokje of zo. Oké, nou laat ik even kijken. Wat kunnen we nog meer doen? Waar kunnen we heen? Wat is onze volgende stap? Hierin misschien? Denk je dat hierachter misschien iets zit? Zo, ik heb een auto gemaakt. Volgens mij is dit een kluis. Even kijken wat erin zit. Zo, Julian, pas op. Straks kom je verkeerd terecht. Oh man, zullen we het hondje meenemen? Ik weet het niet. Julian, is het wel een slim idee om daar doorheen te gaan? Ik weet niet, ik zie Julian ook niet meer. Ik ook niet. Laten we doorheen gaan anders. Hè, zijn we nou getransporteerd? Nou, we zijn heel ergens anders beland. Ja, we zijn aan de buitenkant. Nou, laten we hier overheen klimmen en dan komt alles goed. Hè, maar alles staat in brand hier. Oh man, pas op jongens, dat jullie niet in brand vliegen. Oké, we moeten ons goed manoeuvreren hier doorheen. Oké, het hondje kunnen we dus niet meenemen. Nou, doei hondje. Oké, ik sta hierop, jongens, kom ook. Julian, wacht even op ons. Oh man, echt, hoe kom ik daar nou op? Echt, dit is zo gevaarlijk. Zo, nou even kijken, waar kunnen we nu heen, jongens? Misschien daar, ik zie daar een deur. Of hier, ik zie hier een camera. Wat is er allemaal aan de hand? Ik snap niet wat er aan de hand is, maar ik denk dat ik het beste hier omhoog kan klimmen. Ik zie daar sleutels. Misschien kunnen we die sleutels de deur openmaken. Oké, even kijken. Zo, laat ik even kijken. Julian, misschien kan je het be beste zo klimmen. Ik heb het hondje toch meegenomen, jongens. Kijk. Oké, nou, ik moet echt heel goed en voorzichtiger te zien te komen. Daar zijn de sleutels. Zo, laten we even kijken. Ach, even kijken. Nou, hier. Zo, en dan is de deur open. Jongens, we kunnen ontsnappen. Kom. Ach man, waarom val ik nou om? Julian, pas op dat je niet in brand vliegt. Oké, ik gooi nu de sleutel naar jou toe, Hanna. Vang hem alsjeblieft. Oh man, hoe kom ik hier nou langs? Julian, je kan het, je kan het. Zo, hier Emma, hier is de sleutel. Oké, ach, ik ben niet door het vuur heen gegaan, gelukkig. Zo, laat ik de deur even openmaken. Zo. Ach, Hanna, schiet op. Het brand gaat alleen verder. Hè, waar is Hanna nou? Ga doorheen, Emma. Waarschijnlijk is het weer een nieuwe portaal of zo. Oké, iedereen, laten we gaan. Oh wauw, we hebben een helikopter. We kunnen nu naar huis. Zo, laten we hier ingaan en dan brengt hij ons zeker wel thuis. Wat? Een helikopter? Waarom gaat dit zo raar door? Ja, dit kan toch niet echt zijn? Dit is toch een droom, toch? Ja, dit kan niet echt zijn, toch? Oh, wat? Oh, gelukkig, het is een droom. Oh man, ik kan niet geloven dat het een droom was. Ik geloof het echt. Oh man, ik kan het niet geloven. Dit was echt heel eng. Ik ben zo blij dat ik niet in de gevangenis zit. En dat stomme wereldmeestereis. Julian, ik moet je geheim vertellen. Ik heb het wereldmeestereis opgegeten. Alsjeblieft, verklap het aan niemand, oké? Pap, heb jij wereldmeestereis opgegeten? Oh man, niet weer. Dat kan ik niet nog een keer aan. Waar heeft hij het nou over? Het is de eerste keer dat ik het opeet.